Het idee voor Kims huwelijk komt zeker niet uit de lucht vallen. Het thema huwelijk lijkt steeds populairder te worden bij de sterren. Ja, een thema huwelijk is een huwelijk waar een bepaald thema aangegeven is. En dat thema kan kunnen verschillende dingen zijn. Het kunnen kleuren zijn of het kan bijvoorbeeld een James Bond thema zijn. Nou, met een James Bond thema bijvoorbeeld zou je de uitnodigingen, de kleding, het feest, het type entertainment aan moeten passen aan het thema. Jolante en Wesley kozen voor verschillende thema's in Italië, waaronder een gemaskerd bal en Moulin Rouge. Maar op de dag was het thema sprookjeshuwelijk. De gasten werd er ook verzocht in klassieke pastelkleurige outfits te komen. Wat we toch wel merken is dat het traditionele huwelijk nog steeds heel erg in is. Dat mensen gewoon toch oldschool willen trouwen met een koets, met paarden, het sprookjesverhaal, het prinsessenverhaal. Fotomodel Yveske Stoorn kiest voor een themakleur op haar bruiloft. Maar ja, kleur, alles is wit, van de kleding tot de bloemen en de trouwauto. Helaas is het sprookje na 3 jaar afgelopen en liggen Yveske en haar man momenteel in scheiding. Reinoud en Danielle Oerlemans geven elkaar in 2008 het jaarwoord in de tuin van hun villa in Laren. Hun thema, Amerikaans. En daar doen alle gasten maar wat graag aan mee. Ze gingen naar Amerika toe en ze hebben daar een thema aangegeven dat alles in Amerikaanse stijl zou gaan gebeuren. En zeker met het feest was iedereen ook echt gekleed, gewoon in de glamour van Amerika. Ze kwamen zelf ook aanrijden met een grote motor en met een echt Amerikaans pak aan. Het was echt geweldig. Of je nou kiest voor een film, een Italiaans sprookje of voor Amerika. Aan alles is wel een thema op te hangen. Dat bewijzen onze sterren keer op keer.